Je moet er wat voor over hebben om je musical te promoten. De cast van Wicked vierde donderdag de 100ste voorstelling, maar een toast met bubbels was niet genoeg. Het bekendste nummer uit de voorstelling, Ik lach om zwaartekracht, kreeg wel een erg letterlijke vertaling. De Wicked-sterren mochten indoor skydiven. Rolspelers Jim Buckham en Willemijn Verkuijk iets wat nerveus waren voor hun vliegavontuur, lacht collega Chantal Jansen minder hard om zwaartekracht. Die musicalster heeft hoogtevrees, al was dat volgens de blondine niet de reden dat ze met beide benen op de grond blijft. Ja, ik wilde naakt en dat mocht niet. Nee, nee, wij gaan niet naakt skydiven. Nee, toch niet? Ja, ik vond het zelf ook heel flauw. Je vond gewoon voor de 200ste show gewoon echt parachute springen. Ja. Wie had daar problemen mee dan? Nou ja, dat dacht ik dus ook. Wie kan daar nou problemen mee hebben? Maar dat vonden ze vies of zo. Maar dan wil ik wel dat jij in je hele groene elfenbaan. Ook dacht dat je wou zeggen dat ik nou naakt ging. Nee, ja, mag ook. Terwijl Willemijn een sexy duo sprong met Chantal overweegt, zijn de musicalacteurs nog lang niet wicked moe. Je kiest ervoor om dit te doen. En het is zo'n ongelooflijk vette show dat het... Het is niet erg om dat elke dag te doen. Het is eigenlijk een hele gewone baan. Dat is een beetje, neemt het sprookje een beetje weg misschien. Dat wij ook gewoon vrije dagen hebben. En tuurlijk komt die vakantie er. Dus we kunnen ook gewoon een vakantie inplannen. Je komt altijd weer uit de show met heel veel adrenaline. En iedereen is weer heel blij. Je krijgt zulke leuke reacties. Dus dat blijf je gewoon volhouden zoiets.